Haribo groet u met een grontabigi brassa. Ik heb u gewaarschuwd over die R. Gebruik het. Dan weten we gewoon dat nou was er een mooie takkie. Hier en nog. Wanneer we praten over cultuur, en dat heb ik gedaan in de video Architori, dan vragen vele mensen zich af, ja, maar wat bedoel hij nou? Daarom, beste vrienden, wat is cultuur? Het blijkt in de loop van de tijd niet zo makkelijk te zijn om die vraag echt te beantwoorden, want er zijn vele definities over cultuur. Maar mijn definitie is, cultuur is het resultaat van de interactie tussen goden, mensen, dieren en dingen. U hoort het goed. Alle andere dingen, alle andere zaken, dat is de natuur. Omdat cultuur een interactie is, kan het nooit statisch zijn. Het is altijd dynamisch. Want het resultaat van een bepaalde gedachte tussen u en ik, die een instituut laat verrijzen, dat moet dynamisch zijn. Dat kan nooit statisch zijn. En zelf, het grapje is dat zelf de natuur dynamisch is. Wat zeg ik zelf? De natuur is ook dynamisch. De natuur ontwikkelt zichzelf zonder tussenkomst van mensen. Wanneer mensen met de natuur bemoeien, naar Pororoko. Zo gauw ze iets aanraken met hun krabita anu, naar Pororoko. Denk haar aan de rivieren, de vissen, die volgestopt zijn met kwik, omdat we ze nodig het goud uit de grond moeten halen. Denk maar aan die bomen die worden weggekapt en waarvoor er geen andere bomen in plaats komen. Wij vernietigen. In 99 van de 100 gevallen maken wij niet mooier en beter, we vernietigen. Dat is die mens nou. De mens is een geweldig vernietigend schepsel. Kijk, je hebt geweldige uitzonderingen, zoals bijvoorbeeld een man die een rivier laat stromen dwars door de woestijn. En dan heb ik het over de late brother Muhammad Gaddafi. Jazeker. A man-made river. Kijk, dat is natuurlijk ook cultuur. Hij heeft de hand geslagen in de natuur en hij heeft van die woestijn een oase gemaakt. Dus landbouwarealen. Nou, de Israëli's hebben dat ook gedaan. Maar beste vrienden, waar ik het met u over wil hebben is het feit dat er een aantal mensen gezegd hebben, ja, maar onze Okaanse en familie en onze boslandbewoners, onze Afro-Surinamers, die hebben ook cultuur. Ja, natuurlijk. Cultuur is niet voorbehouden aan u en ik. Iedereen heeft cultuur. Cultuur is ook de tradities, normen en waarden. Opeenvolgende tradities die overgedragen worden van generatie op generatie. Dat is ook cultuur. Beste vrienden. Vrouwen die hun dinges verkopen. Dat is ook cultuur. Mannen die hun dinges verkopen. Dat is ook cultuur. Kabula is ook cultuur. Maar wij hebben het specifiek
over cultuur die voorbereidend is en ons stuwt naar de poort van vooruitgang en ontwikkeling. Ja, want al die andere dingen die we zo eventjes snel de revue hebben laten passeren, zoals Kabula en Sakabruku, jongens die hun broek dragen tot over hun bilnaad en dat soort ongein, hoererij van mannen en vrouwen en dergelijke. Dat is ook cultuur, ja. En gelukkig is het een subcultuur, dus een onderdeel van die cultuur. Maar wij hebben het specifiek over vooruitgang en ontwikkeling. Beste vrienden, om dat te kunnen, moet je constant in de spiegel kijken. En jezelf afvragen, waarmee kan ik mezelf verheffen? Want je verheft niet alleen maar jezelf, je verheft eigenlijk het hele volk. Moet ik daarmee verklaren dat Kabula is geen cultuur? Nee, want het is goed, het is slecht, het is slecht. Beste vrienden, wie ben ik om u te zeggen wat u wel en wat u niet moet doen? Maar wat ik zeg, meet ik wel af aan de feiten. En de feiten liegen niet. Ze zijn niet gemaakt. Ze zijn daar als resultaat. Dus Arkiboom. De resultante van uw handelen. En als we zeker weten dat we daar niet mee vooruit gaan, dan moeten we het anders doen, toch? Helemaal anders. In de spiegel kijken, herkennen, erkennen en corrigeren. En dat schijnt heel erg moeilijk te zijn. Want mensen blijven zichzelf verdedigen voor wat ze doen. Ook al is het niet goed, je blijft verdedigen. Dat was dat hier. Je blijft in die rotzooi zitten en je komt er nooit uit. Terwijl we juist eruit gaan komen wanneer we erkennen wat er fout is en dat corrigeren, omdat we zeker weten, dat zeggen de feiten, dat we daarmee komen op de road, op de weg naar ontwikkeling en vooruitgaan. Beste vrienden, ik zeg dat, ik herhaal dat niet voor niks 10 keren, want daar gaat het om. Het komt door het niet vooruitgaan, het blijven stilstaan, dat er meer van hetzelfde zich ontpopt in de binnenstad van Suriname. En dan heb ik het bijvoorbeeld over jonge meisjes die zichzelf verkopen. Ook jonge jongens die zichzelf verkopen. Over mensen die dieven en stelen en bedriegen en bezig zijn en gaan. En beste vrienden, dat is niet wat ons gaat verheffen. Mijn uitgangspunt is, ik weet dat er een boeket van wereldculturen bestaat. Onvervreemdbaar erfgoed van Suriname. Maar ik weet ook dat het boeket een schakel heeft die zwak is. En het boeket, de kracht van het boeket wordt afgemeten aan de zwakste schakel. En die zwakste schakel, dat is mi blakabuba. Mi blakabuba. Afrikaan Saranamam. Die zijn de zwakste schakel. Dus, het rare is dat wij niet hebben ontdekt hoe krachtig, hoe machtig, hoe super wij zijn. Maar luister vrienden, als je iemand kapot wil maken, dan moet je zijn leven lang moet je hem in een varkensstal zetten. En hem leren dat hij een varken is. Dan voelt hij zich een varken.
En hij blijft in die varkensstal ronddraaien. Want hij weet niet beter. Maar wij weten beter. Wij weten beter. En het is de taak van elke sendamang, elke blakamang, om ervoor te zorgen dat zijn broeder verheven wordt en getrokken wordt uit die stal die de tijd voor ons heeft gemaakt. Sommigen van ons zijn er al uit en anderen moeten er nog uit. Dus kom me niet vertellen. Ja, we hebben ook cultuur. Ja, wel cultuur. Natuurlijk, iedereen heeft cultuur. Maar wij hebben het voor de 10e keer over cultuur die verheffend is. En die de poort wijd openzet naar vooruitgang en ontwikkeling. Dat is die cultuur waar ik het over wil hebben. En die cultuur, wanneer die blanke man zich verenigt. Op basis van die ideologie. Om te gaan. Dan hebben we ineens een land waarbij alle bloemen recht vooruit kunnen krijgen in jouw fascie. En zichzelf kunnen voelen, verheven tot die respectabele mens die ze moeten zijn. Om te kunnen deelnemen aan een beschaafde samenleving. Ik ga straks verder met u. Paramaribo groet u. Devi rustig. Devi rustig. Ik zie u later. Kom maar. Mijn lieve mensen. Devi rustig.